André, maar jij ook. Ja, nou, ik heb... Was je week? Nou, ik heb altijd 2 weken, hè. Om de 2 weken ben ik hier. Maar ik was nou even bij... daar hebben Paul en Mark-Marie hadden er ook al aandacht aan besteed. De film Dorst met Elise van het Laar en Simone Kleinsma. Ja? Prachtige film. Heel mooi, heel ontroerend. Dat moet je absoluut gaan kijken. En eergisteren was ik bij de première van Alex Klaassen. Ja. En dat was iets... Nou ja, dat is, heb ik nog nooit gezien. Het is echt ongelooflijk wat hij allemaal doet met de hele groep. Hè. Hij is niet alleen, maar ook het ensemble. Allemaal zijn ze even sterk. Het is heel erg leuk. En na de pauze zit er echt een toetje. Dat verwacht je helemaal niet. Nee, ik las het nog niet gezien. Ik las de recensies. Laaiend. Laaiend, 4, 5 sterren. Ja. Ja, ongelooflijk. Ik heb hem, want het is natuurlijk een heel groot talent. Ik denk altijd, wat kan hij nou precies? Of niet dat... Wat is hij? Wie is hij nou eigenlijk? Nou ja, en daar gaat ze voorstelling over. Het zoeken naar wie is nou eigenlijk Alex Klaassen. Mm-hmm. Daar zijn ze naar op zoek. En daar doen ze de hele voorstelling over. Okay. Dat is ontzettend leuk. Alright. Zoveel lachen. En de afloop ben je er nog niet achter. Maar dat is weer wat anders. 2 tips. We komen er niet uit. Dat was vandaag. Stemmen natuurlijk. Heb je gestemd? Nog niet. Heb je nog niet gestemd? Ik ga naar de uitzending stemmen. Oh, dan mag je. Westerkerk, ja. Westerkerk, ja. Tot 9. Ik was vanmiddag om 1:00 in die Westen. Dat is bijzonder, hè? In die Stem jij daar ook? Ja, in de Westerkerk. Wonen wij zo dicht bij elkaar? Ja. Oké. Okay. Ja, ik zwaai wel eens daar. Oh, ja. In de Westerkerk. En dat was heel bijzonder. Dat zul je ook zien dan straks. Ze hebben daar, je krijgt een heel pak papier mee nu. Hè. Je moet 3 dingen doen. Je hebt de referendum. En dan de partijen. De partijen, ja. En dan nog eentje. En dan, je krijgt 3 papieren mee. Dat is en dus één voor de, je hebt een gele brief en een groene brief. En, weer. En, hebben ze, en dan zei die mevrouw van dat stemhokje. Die zegt, de gele moet in de groene. En de groene moet in de gele. Zei, nou, dat is wel heel verwarrend. Ja, ze, maar er komt toch niemand thuis? Zei, nee, daarom zit ik erbij. Leg ik het uit. Anders heb ik niks te doen. Dus de groene moet... Dus weet je dat vast. De groene brief moet in de... Nou ja, andersom in ieder geval. En over een klein 3 kwartier is een heel belangrijk moment voor Joop van den Ende. Want die zit nu in Londen. En daar gaat de try-out, die is nog belangrijker dan de première, van Tina Turner gaat vanavond. Dus die zit, de nieuwe musical. Ja, die zit nu hele kleine windjes te laten of dat allemaal goed gaat vanavond. Met publiek, hè. Dus dat is dus daar heel veel toi-toi. Wat heb je gestemd? Ik heb goed gestemd. Ja. Ik ben altijd goed gestemd wel.